Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better toys, greater joys. Club ondersteboven. Slam. Ja, we gaan het doen. Ja, het is weer zover. Woensdagavond, 8 uur. Standaard, vaste prik. Maar jij hebt vast een introductie, Tom. En ja, zeker. Tot en met Kessemus doen we elke woensdag tussen 8 en 9 seksclub ondersteboven. Tijdens het uur gaan we dan met elkaar en jij als luisteraar babbelen over seks. Vandaag is het alweer de 4e editie met uiteraard Maart Idema weer hier bij ons in de studio. Seks. En seksjournalisten, toch? Ja. Ja, zo kunnen we het niet stellen. Niet seksuologen. Seksuologen, nee, dat is iets anders. Dat is weer wat anders. Journalist, oké. En sekspert natuurlijk. Expert. En sekspert. Oh, ja. Ja. Nice. En verder is Roxanne Kwant er ook nog steeds gezellig bij. Nog steeds, ben je er klaar voor, Roxanne? Want we gaan dus met jou beginnen met de sekstest. Ik heb geen idee. Ik hoop dat hij niet te lastig is. Nee, maar er zijn ook geen foute antwoorden. Dat sowieso niet. Oh, dat komt maar goed. Opvallende antwoorden gaan we natuurlijk wel even bespreken. Dat spreekt voor zich. Zullen we om en om doen, Tom? Ja, jij begint. Okay. Club ondersteboven. Sekstest. Nou, Roxanne, daar ga je. Stelling 1. Ik heb wel eens sekstoys gebruikt. Ja hoor. Stelling 2. Ik sta nu al een week droog. Nee. Stelling 3. Ik heb wel eens seks gehad met een collega. Nee. Nummer 4. Ik heb één of meerdere fetishes. Ik denk geen één. En tot slot. Ja, deze vind ik altijd zo overbodig. Is maar we gaan het toch katholiek doen. Ja. Ik hou van seks. Best wel heel erg, ja. Nou, volmondig ja. Goed, Tom, heb jij opvallende dingen gehoord? Nou, zullen we er even een paar doornemen? Ja, is goed. Bijvoorbeeld, ik heb één of meerdere fetishes. Daarop gaf jij het antwoord nee. Nee, volgens mij geen één. Maar ik ken ook niet heel veel fetishes. Maar wat is eigenlijk een fetish, Marit? Ja, wat is eigenlijk een fetish? Eigenlijk dat je opgewonden raakt van een object of iets wat niet per se seksueel is. Dus bijvoorbeeld van voeten. Dat ziet niet iedereen per se als seksueel. Een voetenfetish, dat is wel een van de bekendere. Een voetenfetish is een van de allerbekendste. Maar je kan het niet, zo gek niet bedenken of mensen worden opgewonden van. Ik heb er in mijn vorige boek heel veel over geschreven. Daardoor krijg ik ook heel veel mails nu van fetishisten. Bijvoorbeeld vorige maand interviewde ik een man die had een fetish voor brood. En alleen voor witbrood. Wacht even. Dus, ja, wacht even. Was deze man bakker? Of, Nee, hij was geen bakker. En hij schafte gewoon per week ongeveer 3 witbroden aan. En daar doet hij het mee. Maar dat is net zoals de fietsmeneer. Ja. Ja, die werd geel van fietsen. Ja, ja, meneer Fiets. Dus echt, ik heb van alles de revue zien passeren. Maar het is, ik vind het altijd wel een beetje ingewikkeld. Want bijvoorbeeld als jij vrouwen met hele strakke kousen dat heel aantrekkelijk vindt, dan is het weer geen fetish. Maar als je een kous op zichzelf aantrekkelijk vindt, dan is het wel een fetish. Als jij met een kous wat wil doen, dan is het wel een fetish, denk ik. Ja. Toch, zo ja, is het meer. Eigenlijk moet je het ook zo zien dat je er ook in je eentje echt wat mee kan. Het is eigenlijk bijna een obsessie voor een bepaald object. Dus heel veel fetishisten doen het ook in hun eentje. Kijk, dat seks met brood kan je ook samen met iemand doen. Dat doet hij ook met zijn vriendin. Legt hij brood op de borsten. Ik denk echt zo dingen. In plaatjes op dit moment. Dat is wel echte liefde, jongens. Ja, dat is echt liefde. Hè? Dat vond ik ook zo mooi dat die vriendin van hem daar helemaal in meeging. Hij heeft gewoon iemand gevonden. Liefde, vond ik ook. En die vriendin die doet dingen met pistoletjes waar wij geen weet van hebben. Precies. Ja. Wauw. Mijn ex stopt altijd mijn tenen in zijn mond. Ja? Ja. Maar die had echt een voetenfetish. Ja, hij zei dat hij het niet had, maar toch stopte hij dan mijn teen in zijn mond. Ja, maar kijk, dan heb je niet per se een fetish. Als je af en toe even een teen in je... Kijk, een voetfetish gaat zoveel verder. Dan ben je echt op straat vaak al aan het kijken naar voeten. En dan vind je eigenlijk de voeten van je partner opwindender dan de vagina, ik zeg. Ja, dat is... Ja. Hij vroeg wel of ik dingen kon doen met mijn voeten waarvan ik dacht, nou, dat gaan we even niet doen. Oké, zoals? Een voetjob. Ja, zeg maar zo. Ja, gewoon aftrekken met de voeten. Ja, ja, precies. Ja. Maar dat klinkt toch als een fetish? Ja, dat klinkt zeker wel. Ja. Ja. Wil je me exposen? Nee, dat zou ik die nooit aan. Goed, dan hadden we ook de stelling. Ik heb wel eens sekstoys gebruikt. Jij gaf het antwoord ja. Ja, ja, ja. Niet hele heftige dingen, maar gewoon self-pleasurement. En wat voor toys? Vibrators. Kleine dildo's, ja. Eigenlijk dat. Maar trouwens, we zijn dat ding over fetisje hebben we bij jou helemaal geskipt. Want jij zei nee. Ja, omdat ik er ook geen één heb. Als je dit zo hoort, dan denk je niet van, nou, ik heb ergens een bepaald zwak voor. Nee, oude mannen, maar verder niks. Nee. Oeh, oude mannen. Wat nee, dat is een geintje. Nice. Nee, oké, dan weten we dat. Maar de toys, hè, daar moeten we nog even... Ja, dat was de volgende stelling. Je hebt de adventskalender meegenomen natuurlijk, Marit. Van yes, klopt. Want we hebben het natuurlijk over sekstoys. Wat voor sekstoys gebruik je vooral? Ja, dus vibrators, dildo's, maar niet echt de gekke dingen. Nee? Nee. Wat vind je iets geks?
kom ik nu zo niet op. Buttplugs? Buttplugs van die anaalkraan. Volgens mij zit hier wel een buttplug. Met of zonder diamant? Wat? Ja, je hebt toch met of zonder diamant van, ja, van een buttplug? Ja, hele mooie buttplugs. Ook gouden met de echte diamanten. Zodat als je voorover bukt, dat je dus een diamant uit je anus ziet steken. Oh. Ja, vet mooi. Wauw. Ja, je hebt ook zo'n fik geslaagd. Ik zie ineens brand die... Ook een buttplug zit. Dat gaat een wereld voor omhoog. Hier zitten dus allemaal verschillende sextoys in. Die kan je dus samen of met je partner of alleen ontdekken. Kijk, dit is eentje die... Hoe lang is dat ding wel niet? Ja, die gaat helemaal naar je... Tot je huig. Zo. Zo de you. Zo, ja. En moet deze dan bij mijn vriend of bij mij? Mag jullie kiezen. Tom, leg even uit. Wat gebeurt hier allemaal? Wat hier gebeurt is dat de adventskalender wordt uitgepakt. Wat is, dan de adventskalender van Easy Toys? Dat is het ding voor in december. Dan kun je dus per dag kun je een doosje eruit halen. Samen met je partner. En dan kun je het iedere dag een verrassing, zeg maar. Ik heb eigenlijk nog nooit met mijn vriend... ex-vriend, wie dan ook, eigenlijk is met speeltjes. Het is leuk hoor. Het is leuk, tenminste, zeker als je al wat langer een relatie hebt, is het wel echt heel leuk om samen iets nieuws te ontdekken. Dit is gewoon een ketting. Ja, dat is een mooie ketting. Maar zeker waar moet deze in dan? Ja, die is voor versiering. Oh. Maar zeker weet je dat heel veel mannen het heel lekker vinden. Het is natuurlijk enorm taboe, hè? Maar heel veel mannen, is een van de best verkochte speeltjes voor mannen, is een buttplug. Echt waar? Heel veel mannen vinden het toch heel lekker. Die kunnen ook een orgasme krijgen via hun anus. Echt waar? Maar het is natuurlijk super taboe. Dat want elke man die het vraagt, die zegt, no, dat doe ik echt nooit. Ja, maar bij mij is die zone ook echt verboden terrein. Area. Ja, dat zegt iedereen, maar stiekem... Nah. Maar als ik al naar wijs, raakt hij al in paniek. Ja? Ja? Maar dat is echt taboe, hè? Dat iedereen associeert dat met homo's zijn, terwijl dat slaat helemaal nergens. Nee, dat niet. Maar ik vind het gewoon niet prettig. Ja? Weet je, ik heb ook een harige rups daar zitten. Daar moet gewoon niet mee gefokt worden. Het kan heel lekker zijn, zeker met orale seks. Dan samen ook een vinger. Er zijn heel veel mannen die het heel lekker vinden. Goed. Goed. Wie weet, misschien over 4 jaar. Een keer. Goed. Maar goed, je mag deze hebben, dus dan kan je met je vriend alles uitproberen. Misschien zelfs deze. Superleuk. Maar ja. Dit is gewoon een ketting zit erin. Ja. Dus, maar dat is niet per se een speeltje. Zitten er ook andere dingen in? Bijvoorbeeld ineens een snoepje, gewoon lekker? Nee, dit is wel versiering. Ecstasy? Nee, dat ook niet. Ja, dat soort dingen. Broccoli. Nee, dit is gewoon om er mooi uit te zien. Dit is heel leuk om samen mee te spelen. Wat zeg je ervan, Roxanne? Vind je dat wel iets wat je even wil gaan proberen? Zo'n buttplug gebeuren? Nou, die buttplug, dat weet ik niet. Maar ik heb hier zo'n vibrerend eitje. Dat is wel heel met leuk, een afstandsbediening. Oh, die kun je aan je vriend geven. Ja, dat lijkt me ook nog wel wat. En dan kan je leuk met kerst bij de schoonouders. Ja, dat is echt leuk. Als je uit eten gaat of op een feest, dat is echt leuk. Bij je schoonouders. Ja, of bij je gezellig. Ja. De verjaardag van je tante. Ja. Ja, ik ken zo'n verhaal van iemand die had ooit zo'n dingetje. Maar die had een soort van metalen bal ingebracht. Die ook op afstand trilbaar was. Nee, dit was niet jouw verhaal. Maar die flikkerde er toen uit tijdens het eten. Tijdens een kerstdiner. Op zo'n stenen vloer. Oh, dus trillend en tikkend. Ja, ik denk het, ja. Ik ken dus mensen die gingen dan die komkommer eerst bij die vrouw erin stoppen. Daarna die komkommer in plakjes snijden en door de salade heen. En dat aan een gast te voeren. Het is 8:55. Je luistert naar Slam. Ja, tijd voor muziek. Ja. Van Toys is het bruggetje gauw gemaakt naar Joyce. Leuk. En een lekker nummer. Ja, zeker. Slam. Dit programma werd mogelijk gemaakt door Easy Toys. Better Toys, Greater Joys.